Hoofdstuk 1. Identiteit. Dames en heren, prinses Máxima maakte ons buitengewoon ongerust in 2007 door haar verklaring dat de Nederlandse identiteit niet bestond. Ze had daarna gezocht, maar ze had die niet kunnen vinden. Ze zei dat in het vervolg van een rapport van de Wetenschappelijke Raad in Nederland. Daar had ze zich kennelijk in kunnen vinden, in die gedachte. Ze had ook een troost voor ons meteen, namelijk dat ze ook de Argentijnse identiteit niet kon vinden. Maar het gaf grote opschudding in Nederland. Wat verbeelde die meid zich wel. He, die toon nam het ook al meteen aan. Kennelijk zijn er zoveel mensen bezig met het speuren naar hun identiteit, dat zo'n mededeling, nog gesteund door de wetenschap in de rug, tot dit soort beroering kon leiden. Nou heeft Máxima en de Wetenschappelijke Raad, die hebben natuurlijk gewoon gelijk. De Nederlandse identiteit bestaat niet. Maar het vervelende van die open deur, want dat is een open deur natuurlijk, het vervelende van die open deur is dat daardoor ook het zicht benomen is op collectieve mentaliteiten. En collectieve mentaliteiten, die kun je wel degelijk onderscheiden. Gemeenschappen, zeker in het kader van de staatsvorming, bij ons de 16e eeuw een belangrijk moment, de stichting van de Republiek. En de 19e eeuw als eeuw van het nationalisme. Dat zijn daar belangrijke momenten in dat gestalte begon te krijgen. Die collectieve mentaliteiten die elke gemeenschap op die wijze vormt, die zijn wel degelijk van belang. Daar kun je van alles over zeggen, maar dan moet je ze wel goed omschrijven. En dan moet je onder collectieve mentaliteiten verstaan het geheel van gedachten, van meningen, van gedragsvormen, van waarden, van normen, die binnen een bepaalde gemeenschap in hoog aanzien staan. Dus niet dat iedereen die onverkort deelt, die gedachten en gedragsvormen enzovoort, maar ze staan in een gemeenschap, zoals de Nederlandse gemeenschap, in een hoog aanzien. En dat is buitengewoon van belang om te bestuderen, want dat leidt tot allerlei actueel gedrag. Het bestaat uit zelfbeelden, het bestaat uit beelden die anderen over ons ontwikkelen, maar die zijn niet zomaar folklore, maar ze brengen ons wel ook daardoor tot actuele gedragsvormen. Om daar nu meteen een voorbeeld van te noemen, wat buitenlanders in Nederland onmiddellijk opvalt, is niet de Nederlandse identiteit, maar allerlei groepsverschijnselen, allerlei normen, waarden die hier gehuldigd worden, die afwijken van datgene wat men zelf thuis gewend is. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld tutoyeren. Buitenlanders die vinden het vaak merkwaardig dat Nederlanders elkaar heel snel tutoyeren. Zullen we maar je en jij zeggen. Zeggen Nederlanders heel vaak tegen elkaar, ook bij een eerste ontmoeting. Dat klinkt allemaal heel vriendelijk. Het is ook wel te begrijpen waar dat uit voortkomt, want dat soort gedragsvormen hebben altijd een bepaalde grond. En bij ons is die duidelijk egaliteit, gelijk. Hè? Wij zijn een land waarin de overtuiging, het sentiment bijna van we zijn allemaal precies gelijk. Laat niemand denken dat die meer is dan een ander. Dat egalitarisme, om het zomaar even aan te duiden, dat is een hele belangrijke waarde in die Nederlandse samenleving. En daar heeft dat tutoyeren ongetwijfeld mee te maken. Het is niet uit aardigheid, zo van zullen we maar je en jij zeggen. Nee, het is meer om het zand rul te maken, waarna men elkaar des te makkelijker ten val kan brengen. Het is eigenlijk de, zeg maar, Dirk-techniek. Dirk Scheringa, de directeur van de DSB-bank, die deed zijn praktijken en hij stalde dat zelf uitvoerig uit in 2009 door aan te kondigen dat hij tegen iedereen onmiddellijk zei, dat werd ook bevestigd door allerlei mensen, van koffiejuffrouw tot de directeur van de Nederlandse bank, zeg maar Dirk. En het is precies die techniek, dus een jovialiteit scheppen, waarna die vervolgens die oplichterspolissen des te beter kon verkopen. Want dat is dus wat er in feite gebeurt. Ze hebben voor dit probleem in Engeland een eigen oplossing natuurlijk, maar in Duitsland vindt men dat bijvoorbeeld heel vreemd. Voordat je in Duitsland doe tegen iemand zegt, moet er veel intimiteit gegroeid zijn. Dat duurt een tijd voordat je dat gaat doen. En voordat je in Frankrijk tu tegen iemand zegt, dat gaat nog veel verder. Dan moet je dan bijna met elkaar naar bed geweest zijn. En dan nog. U moet eens opletten hoe Sarkozy zijn vrouw Carla toespreekt in het openbaar. Die spreekt die toe met vous.
En of hij in de slaapkamer al tu mag, dat moeten we ons afvragen. Dat weten we niet. Maar die dingen zijn veel meer gereglementeerd en horen ook veel meer bij een formelere samenleving die veel meer hecht aan omgangsvormen, aan beleefdheidsfrasen. En daar hebben wij allemaal geen tijd voor. En dat vinden wij horen bij hiërarchische verhoudingen waar wij helemaal niet van houden. Het dirigeert actueel gedrag, dit soort collectieve mentaliteiten. Het speelt een rol in opvoeding en onderwijs. Ik weet nog dat mijn moeder heel nadrukkelijk tegen mij zei: zo zijn wij nu eenmaal. En dat was dan een motivering om matigheid te betrachten, om je niet aan te stellen. Stel je niet aan, doe maar gewoon. Mijn moeder zei dat ook, zo zijn wij. En dat betekende ook dat je je navenant ging gedragen. Overigens niet alleen in de zin van de self-fulfilling prophecy, dus dat je gaat uitvoeren van wat je denkt dat behoort tot jouw gewenste gedragsvormen, maar ook in de self-denying prophecy. Je wil je ook vaak als eenling, als Nederlander afzetten tegenover collectieve beelden die bijvoorbeeld in het buitenland over Nederlanders ontwikkeld worden. U kent de blik van Franse en Italiaanse restauranthouders als ze Nederlanders hun etablissement zien naderen in de vakantie, want dat betekent niet verdienen. Wij hebben de naam in het buitenland van gierig en niet erg vrijgevig en royaal uitpakkend. En dat maakt ons niet erg populair in vakantielanden. Zeker niet op het niveau van restaurants. Nou, dat ben ik mij ook zeer bewust. Dus als ik in Italië ga eten, dan geef ik na afloop een enorme fooi aan de restauranthouder om aan te geven: ik ben niet zo hoor, denk niet dat ik zo ben. Maar in feite word ik ook gedirigeerd door datzelfde format, om het zo maar te noemen, datzelfde beoordelingsformat waarvan ik weet dat dat gehanteerd wordt als Nederlanders op de proppen komen. Er is ook wel eens een botsing tussen beeldvorming en werkelijkheid in dat opzicht. En dat leidt dan tot grote verbijstering. Wij hebben een heel sterk zelfbeeld, en dat behoort dus tot die collectieve mentaliteiten in Nederland, van properheid en schropzucht. We zijn altijd bezig met schoon. Alles moet schoon gehouden worden. Het straatje wordt voortdurend geschropt. De ramen worden gelapt. Dat is een beeld dat al eeuwenlang bestaat. Ook bij buitenlanders. Al in de 17e eeuw wordt er door buitenlanders opgemerkt dat hier altijd zijn ze bezig om hun eigendommen schoon te maken. En het wordt verklaard. Simon Schama, The Embarrassment of Riches, dat mooie boek uit de jaren 70, die heeft daar ook uitvoerig over geschreven. Over dat 17e eeuwse beeld, zowel bij buitenlanders als zelfbeeld bij ons. Hij verklaart dat in de richting van smetvrees. Door al dat water dat van alle kanten op ons afkomt. Overstromingen, maar ook uit de lucht. En we staan ook tot onze knieën in die moerasblubber van de delta. Dus al dat water zou hier een enorme smetvrees teweeg hebben gebracht. En vandaar dat wij daarop zouden reageren met schrobben. Altijd maar schrobben. Nou goed, dat is een heel sterk beeld. Dat werd nog eens bevestigd, nog niet zo lang geleden, bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. U weet, 2 februari 2002 vond dat plaats en daar heeft de hele wereld naar gekeken. Prachtige vertoning. Hoogtepunt van de dag was in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Alle hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld zaten gereed in de kerk. De bruidsstoet stond achter de deuren klaar om de kerk binnen te treden. Hele mooie muziek klonk er op allerlei manieren. En wat kreeg iedereen en de hele wereld op de televisie te zien op dat moment? 2 schoonmakers die het tapijt aan het schrobben waren in de Nieuwe Kerk. En dat bevestigde enorm dat beeld van: het zijn toch mensen die onder alle omstandigheden toch met één ding bezig zijn. De boel moet schoon. Geef niet wat er verder gebeurt, de boel moet schoon. De verbijstering die dan vervolgens ontstaat als toeristen dit land bezoeken en in de grote steden geconfronteerd worden met een soort rotzooi op straat die hier helemaal niet bij past, is je voor te stellen. Er stond een tijdje geleden in een Amerikaanse krant een cartoon van toeristen uit Amerika die Amsterdam bezoeken. En die zie je met hun koffer aan wieltjes, zie je ze laveren tussen hondenuitwerpselen, springend om dat te ontwijken. En er staat onder: nu begrijp ik waarom ze hier zo van volksdansen houden. Dat is de enige manier waarop dat kan. Enerzijds dus dat beeld van enorme schropzucht en schoon zijn en noem maar op, al die zaken. Er wordt zelfs in de 17e eeuw door iemand beweerd dat ze in Nederland ook de jenever hebben uitgevonden om zelfs hun bloedbanen schoon te spoelen van binnen. Enfin, het gaat dus heel ver. Dat beeld
En aan de andere kant die praktijk van, hey, hoe kan dat dan? En dat werkt dan heel verbijsterend. Overigens is het hier iets waarbij het niet sporen van deze ervaringen vooral komt omdat die schropzucht wel degelijk bestaat, maar eigenlijk correspondeert met een andere grote mentaliteit met een lange geschiedenis in onze samenleving. En dat is dat wij alleen de buitenkant schoonhouden van ons eigen bezit. Het is heel egocentrisch. Het is ook niet voor niks je eigen stoepje en je eigen ramen. Dat is wat je schoonhoudt. Ja, de rest dat doet er niet toe, maar het gaat om mijn eigen. Ik kom daar later op terug om duidelijk te maken hoezeer wij denken vanuit dat individualisme van de eigen woning en de directe omgeving. Dat is zo belangrijk om te bestuderen, omdat we actueel gedrag van mensen en van groepen mensen op die manier ook beter kunnen begrijpen. Ik heb al een paar keer dat woord beoordelingsformat laten vallen. Deze collectieve mentaliteiten geven een beoordelingsformat om actueel gedrag te kunnen duiden, te kunnen plaatsen. Ik geef u daar een recent voorbeeld van. Nu, in 2009, geldt Wouter Bos, onze minister van Financiën, nog steeds als staatsvijand nummer 1 in België. En dat komt omdat hij in 2008, vorig jaar, op het juiste moment sluw en leep als een vos in de nacht de goede delen van de Fortisbank heeft teruggekaapt naar Nederland en weer in zijn hol heeft opgeborgen. Ik citeer de woorden die in de Belgische kranten gebruikt werden en nog steeds gebruikt worden, want er was ook weer een oud directeur, Belgische directeur van de Fortisbank, die weer hel en verdoemenis over Wouter Bos en die Hollanders afriep. Sluwe, lepe mensen, altijd met hun eigen voordeel bezig, inhalig, profijtzuchtig, kennen geen manieren, onbeleefd. Heel bekend collectief beeld ten opzichte van Hollanders, overigens in de hele wereld, dat hier van stal werd gehaald om die bankellende te typeren en de schuld weg te schuiven naar die inhalige Hollanders weer. Daar is iets bijgekomen doordat inmiddels ook de Westerschelde-kwestie speelt tussen Holland en België. Dat heeft in België dat beeld weer extra versterkt. U weet, de Westerschelde is iets, daar manipuleren wij in Nederland al vanaf de 16e eeuw mee. Wij moeten op die manier de balans goed in evenwicht houden. Antwerpen moet niet te belangrijk worden. Wij hebben Rotterdam en dat moet natuurlijk de suprematie hebben. Dus gaat het Antwerpen iets te goed, dan bedenken we wel iets met die Westerschelde, dat er wat dicht slipt of dat er dolfijnen niet gestoord kunnen worden of zoiets. Dat wordt elke eeuw, hebben wij daar altijd wel weer gedachten over. Of we doen het gewoon even dicht, hè, om te zorgen dat Antwerpen dan weer goed op achterstand komt. Enfin, wij zijn daar zeer handig en bedreven in. Nu vertrouwen die Belgen het helemaal niet en zien daar dus weer een bewijs van die lepe, sluwe Hollanders, altijd met hun eigen voordeel, onbeleefd. Onze naaste buren toch, zeggen ze daar. Hoe halen ze in hun hoofd om dat zo te doen? Omdat wij nu volgens Belgen de truc hanteren dat wij het allemaal met België eens zijn. Dat is inderdaad heel opmerkelijk. Het verdrag is gesloten waarin wij beloven om dat te gaan doen. En dat doen we dan niet. En elke Nederlander verklaart ook openlijk, gewoon privé of iemand in een bepaalde bestuurspositie, die zegt van ja, die Belgen hebben natuurlijk helemaal gelijk. En nu vertrouwen ze het in België helemaal niet. Die zien dat echt weer als een nieuwe truc om op deze wijze weer een andere valkuil te graven. Enfin, het dendert maar door die beoordeling van die lepe, sluwe, oplichtende Hollanders. Daar hoort nog een derde dossier bij, dossier zeggen ze in Vlaanderen. En dat is over de IJzeren Rijn. En dan is het beeld compleet in België. Ook dat is in Nederland weinig bekend. En dat is dat IJzeren Rijn gedoe. Dat is een railverbinding tussen Vlaanderen en het Roergebied. En daar hebben wij ook al 40 jaar geleden beloofd dat ze, dat is voor de handel natuurlijk, dat ze door Limburg mogen. U weet, Limburg heeft de taille van Limburg, zou ik bijna zeggen. Dat hele dunne stukje Limburg, daar moet die railverbinding doorheen. Nou, daar hebben we gezegd, oké, dat mag. En dat houden we ook al 40 jaar tegen. Met allerlei argumenten. Want we houden daar natuurlijk niet van, handel die buiten ons omgaat. Daar hebben we niks aan natuurlijk. Maar goed, we hebben die Belgen wel laten betalen alvast. Maar we hebben het nog steeds niet uitgevoerd. En het laatste argument is dat daar schijnen drie boommarters te wonen op dat stuk. En die houden niet van spoor. En ja, milieu, hè, collega's in België, milieu, hebben we toch rekening mee te houden. Dus enfin, voor Belgen is dit de sluwe leepheid van die onbeschaafde botte Hollanders. Ik praat niet over volksaard of volkskarakter.
Dat zijn onhanteerbare begrippen. Die zijn zeer besmet geraakt en ook onwerkbaar. In die gedachte heb je weer zoiets met identiteit. Dat is een wat neutralere term, maar dat is ook onzin. Een volkskarakter bestaat ook niet. Alleen dat heeft nog het nadeel dat het besmet is door gedachten dat er genetisch verankerde eigenschappen in een volk zouden zitten. En daardoor zou dat volk zich kunnen onderscheiden, ook genetisch, van andere volken. Rassentheorieën, kortom. Nou, wat dat allemaal kan uithalen, dat hebben wij meegemaakt op een verschrikkelijke wijze in de 20e eeuw, met de verbijsterende herhaling daarvan in de Balkan. Dat was helemaal onbegrijpelijk dat na 1945 zoiets ook in Europa, genocide op grond van rassentheorieën, nog eens zou kunnen gebeuren. Overigens, vergis u niet, gedachten over eugenetica, dus alleen maar voortplanten mogen mensen die over excellente eigenschappen beschikken, euthanasie, rassenkenmerken, al dat soort zaken, die speelden ook in onze samenleving in het begin van de 20e eeuw een grote rol en behoorden ook tot het wetenschappelijk arsenaal. Er zijn hier ook schedels gemeten en typen aangewezen. Denkt u niet dat dat beperkt blijft tot Duitsland? Maar er is in Duitsland, zoals wij weten, een afgrijzelijke consequentie uitgetrokken. In ieder geval is duidelijk dat niet alleen vanwege dat afschuwelijke, maar ook op zuivere wetenschappelijke gronden deze begrippen onhanteerbaar zijn. Collectieve mentaliteiten, dat is mentaal goed, dat draag je over, dat is in beweging ook. Daar kunnen wij mee werken, maar met die anderen, daar komen wij niet uit de voeten. Aansluitend op dat format van die sluwe, lepe Hollander is in het algemeen dat begrip dat in de hele westerse wereld bestaat van de botte Hollander. Aan het eind van de middeleeuwen wordt dat al gelanceerd, een grove typering, en die wordt dan gebruikt om aan te geven dat hier mensen wonen die geen manieren kennen. En daar is ook weer een grond voor natuurlijk, en die grond die bestaat eruit dat wij inderdaad geen hofculturen van betekenis hebben gehad in dit land. Het is altijd een vrij democratisch land, tussen aanhalingstekens in die vorige eeuwen, maar een vrij egalitair land geweest, zonder scherpe hiërarchieën en zonder die hofculturen waar manieren bij horen, plichtplegingen, maar ook vleierij en geslijm naar boven en trappen naar beneden, al dat soort dingen, omgangsvormen, daar hebben wij geen trainingen. Wij zijn veel pragmatischer en dat heeft ons die naam bezorgd van het zijn eigenlijk maar grove, botte mensen die alleen maar aan hun gewin denken. Hoofdstuk 2. Botte Hollanders. Grove collectieve typeringen, die zijn ons allemaal bekend. Die doen zich vooral op nationaal niveau voor in de hele wereld. Wij gierig, Belgen dom. Het is altijd negatief, hè? Dat soort collectieve beelden, hè, van een hele simpele aard. Je ziet het overigens ook bij het doorschuiven van ziekten. Dat is ook de benaming van ziekten is ook heel interessant in dat vlak, want die gehoorzaamt helemaal naar deze wet. Aan het eind van de middeleeuwen, in de 15e eeuw, wordt syfilis vastgesteld in de lage landen. Men stelt vast wat dat is. Dus een geslachtsziekte die door seksuele omgang overdraagbaar is. Dat wordt goed gediagnosticeerd. Wat je daartegen moet doen, is weer vraag 2 natuurlijk, maar men heeft in de gaten wat dat is. En men noemt dat hier in de Lage Landen in de 15e eeuw de Franse ziekte. De Morbus Gallicus. Maar zo noemen ze het niet in Frankrijk, waar de ziekte ook ontdekt wordt en bekend raakt. In Frankrijk noemen ze het de Spaanse pokken. En in Spanje noemt men het vervolgens de pest van Napels. Dus men schuift dat steeds door. Je ziet dat ook met alle griepbenamingen. We hebben nu de Mexicaanse griep. En er wordt enorm veel moeite gedaan om te beginnen door Mexico zelf natuurlijk, om dat Mexicaanse eraf te krijgen en het te hebben over de varkensgriep. Wat overigens in Nederland weinig succes heeft. In Engeland wel. De swine flu is daar de gebruikelijke aanduiding geworden. Maar het doorgeven van negatieve eigenschappen op collectieve basis is heel bekend. En gaat er ook nogal grof en altijd negatief toe. Heel bekend is ook het adjectief Dutch in dat verband. Dat begint al in de 17e eeuw. En dat betekent nooit iets goeds.
Dat is iets dat in Amerika op dit moment nog met enthousiasme wordt voortgezet. Er zijn honderden samenstellingen met Dutch. En die betekenen altijd een bundel negatieve eigenschappen die altijd weer te maken hebben met gierig, met inhalig, met zelfzuchtig, met individualistisch, met bedweterig. De Dutch uncle is zo'n voorbeeld bijvoorbeeld. Dat opgeheven vingertje, altijd weten hoe het in de wereld ertoe hoort te gaan. Maar het accent ligt toch duidelijk weer op dat egoïstische en geen manieren kennen. Er zijn talloze voorbeelden van. Dutch Party is u bekend. Dat is een feestje waar je zelf je drank mee naartoe moet nemen. Dutch Consolation, dat is, wij zouden zeggen, schrale troost. Dus je komt terug van de wintersport, je hebt een been gebroken en ze zeggen tegen je, wees maar blij dat je ook niet een ander been hebt gebroken. Dus dat, ja, daar heb je verder niks aan. A Dutch crossing is ook een heel bekend begrip in Amerika. En daarmee bedoelt men schuin de weg oversteken. Dat mag niet. Dat is bij de bekende verkeersregels, hoor je altijd recht over te steken. En als je dan ergens moet zijn, dan loop je vervolgens over de stoep aan de overkant, de kant op waar je moet zijn. Ja, die Hollanders zijn daar weer te beroerd voor en die willen recht op hun doel af, dus steken schuin over. Het is pragmatiek. Weer pragmatiek, eigen voordeel. Zo ben ik er het snelst en dat is het handigst. En Dutch crossing wordt dan ook als metafoor gebruikt voor allerlei gedrag dat recht op zijn doel afgaat en wat men onbeschaafd vindt. Je moet met wat plichtplegingen, je moet niet onmiddellijk zeggen wat je van plan bent. Dutch crossing. Een Dutch concert is ook een heel bekend voorbeeld. Een Dutch concert betekent een hoop herrie. En waarom een hoop herrie? Omdat er geen dirigent is. En dat is ook heel typerend, want vooral in de westerse wereld en Amerika zeker heeft men dat beeld van Nederland dat wij geen leiderschap kennen en ook geen leiderschap erkennen. Daar zit zeker wat in. Wij houden niet van leiders en helden. Daar komen we nog over te praten. Maar men vindt dat in Amerika een negatieve eigenschap en heeft het dan over Dutch concert van die mensen die luisteren naar niemand. Ook weer dat egocentrische komt dan naar voren. Ze laten zich niet leiden. Dutch concert is een hoop herrie. En een aantal jaren geleden stond er in de Washington Post, dat is een grote, belangrijke Amerikaanse krant, stond op de voorpagina een enorme kop. Die werd mij toegestuurd door een collega en die luidde Dutching the food. Dus daar hadden ze er een werkwoord van gemaakt. En waar ging het over? Er was in Amerika een voedselketen, supermarkten. En die hadden een techniek ontwikkeld om voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum aanliep nog enkele dagen te rekken door het onder ultraviolette lampen te plaatsen. En dat noemen ze in Amerika onmiddellijk Dutching the food. Dus die linkmichels het onderste uit de kan halen, profiteren. En enfin, dat was ook heel duidelijk. En ik ben er eens op gewezen door iemand die nog de Japanse bezetting in wat toen Ons-Indië heette had meegemaakt. En die zei, er was onder Japanse soldaten gedurende de Tweede Wereldoorlog in Indonesië een begrip dat noemden ze in het Engels een Dutch wife. En wat was een Dutch wife? Een Dutch wife, dat was een kussen. Een kussen dat verstrekt werd aan Japanse soldaten om tussen hun benen te drukken 's nachts om op die wijze goedkoop, snel en eenvoudig aan hun gerief te komen, hun seksuele gerief. En dat heette dus een substituutvrouw, een Dutch wife. En ook om dat weer Dutch te noemen, weet je wel, van handig, snel en toch niet duur, dat is ook weer heel kenmerkend. Het schijnt nog steeds zo te zijn, is mij verteld, maar ik heb dat niet kunnen controleren, dat op dit moment in Japan, in het Engels, een Dutch wife zo'n seksopblaaspop is. Dat is hetzelfde idee natuurlijk, dus dat is gewoon een gemoderniseerde kussen uit de Tweede Wereldoorlog. En dat heet nog steeds Dutch wife. Dus u ziet, het is een samenstel van negatieve kwalificaties. Dat is overigens altijd met die collectieve typeringen van ene land naar het andere land toe. Het gaat nog steeds door. Wij hebben daar overigens heel weinig problemen mee. Wij keren dat gewoon een slag om en wij maken ervan, en dan weer een zelfbeeld natuurlijk, van dat wij zuinig zijn en dat wij matig zijn. En vooral ook dat wij self-supporting zijn. Dus zelfredzaam, dat wij voor onszelf kunnen zorgen. Dat laatste is een heel belangrijk sentiment in de Nederlandse samenleving, al vanaf de middeleeuwen. Dat gevoel, en dat hoort natuurlijk bij die burgersamenleving, die koopmansmoraal. Wij leven van handel, zoals dat ontwikkeld is in vroeg kapitalistische termen in die laat-middeleeuwse steden, in
Vlaanderen, Brabant, in Zeeland, in Holland. Wij leven bij die gedachte van je moet voor jezelf kunnen zorgen. Dat was in de middeleeuwen iets nieuws. Men leefde daar afhankelijk in hiërarchieën. De vorst, de adel, die zorgde voor jou, die beschermde. Jij zorgde voor het eten. En de geestelijkheid zorgde ervoor dat je later veilig in het hiernamaals aankwam. En dat wordt doorbroken door die kooplieden, door die burgers die in vroegkapitalistische zin vrijmarkten ontwerpen en enorm veel geld en goederen verzamelen en eigenlijk die andere standen niet meer nodig hebben. En daar komt dus dat vandaan van voor jezelf kunnen zorgen, self-supporting zijn. En dat is heel belangrijk, onafhankelijk zijn. Dat is dat individualisme. Dat is wat tegen ons gebruikt werd in de zin van ze zijn zelfzuchtig. Ze denken alleen maar aan hun eigen voordeel. Bij ons is dat een heel zwaar punt en we keren dat gewoon om. We zeggen wij hebben niemand anders nodig. Wij kunnen voor onszelf zorgen. Die behoefte aan identiteitsvorming en dat labelen van elke gemeenschap gebeurt niet alleen op staatsniveau, maar het gebeurt ook per provincie. Is ons ook heel erg bekend. De ene provincie heeft dat sterker dan de andere. De Zeeuwen, de Friezen, de Limburgers hebben dat erg geprononceerd. Andere provincies hebben dat wat minder. Holland heeft het ook wel, Hollanders natuurlijk. Brabanders. Hè. En daar kleven dan ook weer onmiddellijk allerlei associaties aan vast. Het hoort ook bij streken binnen provincies. Het hoort bij steden die zich profileren. Het hoort bij wijken en het hoort bij dorpen. Het is een manier van je manifesteren, van houvast creëren in een groep. En dat wordt als het ware opgefokt door het wat extreem te maken. U kent dat verschijnsel ongetwijfeld van dorpen die vlak naast elkaar liggen, hè, in hetzelfde gebied uiteraard, waarbij men zelf het gevoel heeft en dat ook ontwikkelt van wij zijn heel anders dan het dorp daarnaast. Ik kom uit het Gooi en daar werden altijd enorm scherpe verschillen door de bevolking geclaimd. Men beweerde dat het zo was, tussen een Blaricummer en een Huizer. Dat zijn dorpen die bijna aan elkaar grenzen, totaal anders. En men ontwikkelde dat ook, want dat hebben mensen nodig om zich dus op die manier te kunnen manifesteren. Je ziet het ook dwars in gemeenschappen door ideologieën lopen. Dus dan gebeurt het ook dat katholieken en protestanten, dat is nu wat vervaagd, maar dat speelde nog in de jaren 50, 60 een hele ernstige, sterke rol in profilering, ook binnen een gemeenschap, die dan in hetzelfde dorp, in dezelfde stad woonde, maar ook verondersteld werden totaal anders te zijn. En men scherpte dat ook aan. Op het scherp van de confrontatie worden die dingen ook het sterkst. Hè? Want dan heeft men dus meeste behoefte om zich ook anders voor te doen. In Hilversum, waar ik opgroeide, was een kleine katholieke gemeenschap. Die zat rond de Sint-Vituskerk, zo'n enorm 19e-eeuwse neogotische kerk. En die hadden hun eigen voetbalclub en hun eigen middenstand. Enfin, dat was helemaal een enclave, nog in de jaren 50. En ik weet wel dat mijn ouders buitengewoon lieve aardige mensen, die daar totaal geen kwaad mee bedoelden, dus inderdaad zeiden, of dat was mijn grootvader overigens die dat zei. Die zei, kijk, daar loopt een Roomse. En dat was ook alsof daar dus iemand uit de enclave Artes was ontsnapt en dat hij ook op een bepaalde manier liep. Hij verbond daar geen gedachten verder aan, maar het was een niet ongebruikelijke manier van elkaar aanwijzen. Hè? Dat is zo van, dat is heel anders. Mensen zijn kuddedieren en hebben dus die behoefte eindeloos nodig om die verbondenheid te benoemen en vooral ook te ontwikkelen en een sterk karakter te geven. Je hebt elkaar binnen een kring nodig en het werkt heel versterkend door je af te zetten tegen andere kringen. En dan moet je ook een eigen karakter claimen. En nogmaals, het punt is steeds dat dat geen theorie blijft, maar vervolgens als je die beelden ontwikkelt en dat ook met een zekere, of er komt een zeker vuur komt daar vaak bij naar boven, vooral bij feesten en partijen gebeurt dat dan, dan leidt dat ook tot invulling van gedrag. Dan gaat men zich ook navenant gedragen of nogmaals navenant afzetten. Ik kom weer terug op die botte Hollanders al vanaf de middeleeuwen. Geen manieren, onbeleefd, zelfzuchtig, recht voor zijn raap. Dat zijn al de kwalificaties die men in de late middeleeuwen gebruikt in Frankrijk, in de Duitse landen, als men over Hollanders praat. U weet, die zijn dan al zeer bedreven in de handel. Rond 1500 is Holland de grootste vrachtvervoerder over zee van heel Europa, groter dan die Italiaanse steden. Dus wij zijn zeer gekend met onze nieuwe handelstechnieken en dat leidt tot deze navenante schets. De grond is dus duidelijk, dat egalitarisme, weinig hiërarchieën, geen sterke heersers, hebben altijd verhinderd dat er sterke heersers kwamen, geen hofculturen. Het is heel opmerkelijk en dat geeft ook aan hoe
hoe heftig dat in Europa gestalte krijgt om Hollanders zo te typeren, omdat Erasmus zich daar op een gegeven moment mee bezig gaat houden. Onze, zeg ik nu lichtspottend, onze Erasmus. U weet dat Erasmus een wereldburger was en zich zeer Europees bewoog en zeer gerespecteerd werd. In het begin van de 15e eeuw staat hij in enorm aanzien. Iedereen wil hem in dienst nemen. Bisschoppen, aartsbisschoppen, de paus zelfs, vorsten. Hij blijft onafhankelijk en hij legt dat zeer imposante oeuvre aan. En deze Erasmus, die zich voortdurend internationaal opstelt, die schrijft op een gegeven moment een prachtig stuk waarin hij de botte, hij noemt dat ook zo, de botte Hollander verdedigt. Je kunt je afvragen waarom hij dat doet. Het is vermoedelijk zo dat hij als Rotterdammer daar nogal eens op aangesproken werd. En dat hij dat eigenlijk ook wel uitlokte. Want het is heel opmerkelijk dat met al zijn internationalisme hij zijn hele leven lang zichzelf blijft noemen Erasmus Rotterodamus van Rotterdam. Dat staat op de titelpagina van al zijn werken tot en met zijn grafzerk in de kathedraal van Basel. Altijd is hij dat label van Rotterdam blijven voeren. En hij is daar kennelijk van tijd tot tijd op aangevallen of over lastig gevallen van dat hij zich kennelijk erop voorstond uit Rotterdam te komen. En dan gaat hij uitleggen in een prachtig stuk dat hij zegt, je mocht willen dat jullie in Europa zulke botte Hollanders waren. Dan zou je in ieder geval te maken hebben allemaal met mensen van wie je recht in je gezicht te horen kreeg van wat ze van je vinden. Hè? Die mensen die zich niet verbergen achter vleierijen, die niet hun best doen om je sympathiek te stemmen, maar die je achter je rug weer gaan belasteren. Nee, die botte Hollanders die geen plichtplegingen kennen. Je mocht willen dat je ook zulke plichtplegingen niet hanteerde, want dan wisten wij veel meer in Europa wat wij aan elkaar hadden. Het feit dat hij dat verdedigt, want Erasmus was helemaal niet geneigd om lokale sentimenten te verheffen, juist in tegendeel, dat maakt heel duidelijk dat het iets is dat kennelijk heel actueel rondwaart en ook hemzelf van tijd tot tijd bereikt en kennelijk irriteert. Hij is duidelijk ook geprikkeld als hij daarover schrijft. Dat neemt niet weg dat dit format ook wel gronden heeft, want dat is altijd met deze zaken. Als wij bot worden genoemd, en dat gebeurt nog steeds in grote getalen, overal kun je dat meemaken in de wereld, dan is daar natuurlijk een grond voor. En die grond die kun je ook nog wel voorstellen. Ik zat een paar weken geleden in Parijs voor het werk en ik zat op een gegeven moment in een café wat koffie te drinken. Gewoon café in Parijs. En daar komen twee Nederlanders binnen en die marcheren dat café binnen en roepen tegen de mevrouw die achter de toog staat in de bediening, deux cafés, en gaan onmiddellijk zitten. Dat doe je niet in Frankrijk. In Frankrijk zeg je eerst goedendag, bonjour madame. Dan zegt die mevrouw ook iets keurigs terug. En dan zeg je, est-ce que vous avez deux cafés? Mooi verhaal. En dan zegt ze iets heel langs weer tegen je terug, wat je niet kunt verstaan, maar wat in ieder geval beleefd is. En dan ga je zitten. Enfin, plichtplegingen. Die hebben best voordelen. Dat bevordert sociaal contact. U weet dat in Frankrijk mensen die 20 jaar lang op hetzelfde kantoor werken, in dezelfde kamer, elkaar elke ochtend een hand geven en elke avond ook een hand geven. Ça va? En u kent bij ons toch vaak die wat schutterige situatie dat je, vooral mensen die je voortdurend tegenkomt, hoe je die moet begroeten. Hè? Van hoi, of ja, dat weet ik niet. Maar u kent ook de lange formules onder zakenbrieven uit Frankrijk, die ook onder e-mailberichten staan. Hè? Veuillez accepter, chère madame, chère monsieur, mes voeux sincères. Heel verhaal. Vinden wij allemaal zo'n gedoe. Doet het er aan toe, aanstellerij. Doe maar gewoon deukenvee. Dus dat is direct en praktisch. Daar worden wij zeer op aangekeken. Ik zat nog niet zo lang geleden, voor de zomer, zat ik met 3 Amerikaanse collega's ergens te eten in Amsterdam. Nou is horeca in Nederland is een probleem. Dat kun je in koor horen van buitenlanders die dit land bezoeken. Het valt jezelf ook wel op als je op vakantie bent geweest en je komt weer terug. Dan denk je, ja, dat gaat hier toch anders dan in andere landen over het algemeen. In de grote steden in Nederland is er ook geen beroepspersoneel meer. Obers, dat is een uitgestorven soort. Het zijn allemaal ingehuurde werkstudenten die allemaal heel aardig hun best doen. Maar dat waar horeca
horeca begint, namelijk dienstbaarheid, je dienstbaar opstellen, dat ligt niet goed in Nederland. Want daar houden wij niet van, ondergeschikt. Dus als je in Nederland een restaurant binnenkomt, dan tref je toch vaak het personeel leunend tegen de bar aan en die kijken zo over hun rug van, oh god, klanten. He, dus die houding is in Nederland, dat zijn wij aan gewend. Buitenlanders vinden dat zeer vreemd, als je zo dus begroet. Die denken dat er iets aan de hand is. Nou, ik was met ze naar een restaurant gegaan in Amsterdam, in de Utrechtse straat. Een gerenommeerd restaurant met veel oud bruin, want dat vinden Amerikanen leuk natuurlijk, had ik bedacht. En wij gingen zitten en ik kwam binnen en daar stonden ze inderdaad leuke studentenmeisjes met van die lange togen. En ik zag al onmiddellijk dat dit kan niet goed gaan. Nou, wij gingen zitten. Er is een extra probleem omdat Amerikanen, zoals u misschien weet, en dat is in heel Europa wel een probleem, een menukaart beschouwen als een aanleiding om van gedachten te gaan wisselen met het personeel over wat ze eigenlijk willen eten. En Amerikanen bestellen altijd iets van een kaart en dan vervolgens iets wat ze zelf erbij verzinnen. Coleslaw on the side, stuk mais erbij. Oh, en dat is niet erg gebruikelijk in Europa. Dus nou, deze Amerikanen waren helemaal true to type. Dus die begonnen ook een leuk gesprek. Dus een meisje kon dat opnemen. En die begon een heel gesprek met haar. En op een gegeven moment zei dat meisje, can it go wat quicker? En die Amerikanen die vonden dat enig. Die lachten. En dat meisje werd kwaad, omdat die dacht dat ze uitgelachen. Die zei, hurry up a little, riep ze. En die Amerikanen kwamen niet bij. Die sloegen mij op mijn schouder. Die zeiden, old Dutch habits. En zo. Die dachten dat ik ze meegenomen had naar een themarestaurant. En die zagen al Jan Steen en de hoeren over de vloer tuimelen. Het is niet goed gekomen meer die avond. Ik ben zelf maar iets gaan bestellen bij de bar. Want dat ging niet meer. Maar het probleem ligt toch vooral aan onze kant en niet aan die andere. Het is die botte Hollander die kennelijk toch voor veel verbijstering zorgt. Dat doet zich ook voor bij die vele tv-formats die wij aan de wereld slijten. Nederland is zeer bedreven in het ontwerpen van tv-formats over gewone mensen. Dat is heel moeilijk aan het buitenland te verkopen, want die begrijpen daar niks van. Dat begon met Big Brother. Aanvankelijk tamelijk gewone mensen die je in een huis stopt. Ze werden natuurlijk zo gek als een deur later. Maar ik bedoel, het begon met gewone mensen. Maar we hebben allerlei programma's. Quizzen in Nederland bestaan ook altijd uit gewone mensen die ook zo worden geïntroduceerd om dat aan te geven. Want dat willen we zien. Er wordt in Nederland wordt enorm gesproken met het scherm. Daar is onderzoek naar gedaan. En er is geen land ter wereld waar zoveel in de huiskamer met het scherm geconverseerd wordt. En nu zeg ik het toch netjes, want het is meestal schelden en tieren. En daar zijn al die reality-programma's op ingericht. Je kunt het in de huiskamer steeds beter weten. Hoe oud in je hoofd, idioot! Moet je dat eens kijken, wat een gek zeg. En met quizzen ook heel duidelijk ingericht dat jij het beter kunt weten dan degene die daar dus die quiz staan uit te voeren. Als je dat vergelijkt met buitenlandse programma's van dat niveau, dan kiest men daar veel meer voor freaks, zonderlingen, die een heleboel weten van iets heel kleins. Zo zit het bij ons niet in elkaar. Gewone mensen of quasi-gewone mensen die door de huiskamer steeds verbeterd, overtroefd kunnen worden. En dat is in Nederland enorm populair. Wij proberen dat over de hele wereld te verkopen. Die passen die programma's altijd aan. Dat Big Brother werd in het buitenland iets waar ze dus hele rare mensen dan meteen in zo'n huis gingen zetten. En dat was toch niet de gedachte. Een heel recent voorbeeld daarvan is het programma Boer zoekt vrouw. Dat is in Nederland een enorm succes. Dat is in Engeland begonnen, maar in Nederland is dat uitgebouwd tot een enorm succes. Daar kijken we al het zesde seizoen, Boer zoekt vrouw. Ja, wij vinden dat een hele duidelijke titel. En bij het verkopen naar het buitenland van dit format blijkt men zich in allerlei landen te ergeren aan die titel. Bijvoorbeeld in Frankrijk vindt men dat dus grof en bot. Terwijl wij denken, nou ja, boeren altijd aan het ploegen in het land en zo. En die willen ook wel eens wat, maar die hebben daar geen tijd voor. En dan zoeken ze een vrouw en die vrouwen willen ook wel eens. Nou ja, wij vinden dat een vrij duidelijke titel. In Frankrijk, waar het programma nu ook draait, heeft men die titel veranderd. En in Frankrijk heet dit programma L'amour dans le pré. En als u twee collectieve mentaliteiten wilt samenballen en naast elkaar wilt zetten, heeft u alleen hier al genoeg aan. Liefde in de wei, dat is toch wat men in Frankrijk doet. En wij zeggen, al dat gezeur aanstellerij, boer zoekt vrouw. Hè? Gewoon direct voor zijn raap. Cultuurverschillen, zelfbeelden, ze zijn buitengewoon belangrijk om te bestuderen, want ze leiden tot gedrag en tot daadwerkelijke actie. Hoofdstuk 3.
Leiderschap en helden. In egalitaire, sterk democratische gemeenschap als de onze is leiderschap een probleem. Want dat betekent hiërarchie, dat betekent dat iemand kan zeggen wat hij of zij vindt dat wij moeten doen. En dat ligt in Nederland uitermate gevoelig. We hebben in Nederland ook een term bedacht die leiders meteen, vooral nieuwe leiders, beoordeelt op verbeelding. Verbeelding. Als iemand verbeelding heeft, hè, denkt dat hij wat voorstelt, dan kun je het in Nederland wel schudden. Dat is overigens een heel Nederlands begrip geworden. Verbeelding, dat bestaat in die zin ook niet in het buitenland. Maar verbeelding betekent dus, heeft die bijbetekenis van arrogantie gekregen. En onze leiders zijn dus ook enorm bedreven in het uitstralen van gewoonheid en gewoonheidsexercities. Ik ben maar een gewone jongen, ik ben een gewone vrouw, ik doe zelf boodschappen. Hè, dat hoort u ministers, hoort u dat in koor zeggen, want ze weten dat dat zeer noodzakelijk is om dat beeld uit te dragen. Of ze daadwerkelijk zijn, dat doet er helemaal niet toe, maar het is in ieder geval iets waar je aan moet voldoen. Dat heeft heel veel succes al meteen als je de juiste toon weet te treffen als je aantreedt in een hoge functie. Het beste gaat, je wordt president-commissaris van iets, of heel hoog. Het beste gaat het als je meteen duidelijk maakt dat je min of meer toevallig omhoog gevallen in die functie bent. Een typisch Nederlands woord dat graag gebruikt wordt, altijd omhoog gevallen. Dat iedereen dat zou kunnen natuurlijk. Ja, god, alleen jij was er toevallig in de buurt. Als je die houding weet uit te stralen, dan heb je al heel wat gewonnen bij degene die je leiding moet geven. Als je dan aantreedt en je zegt, na lang aarzelen heb ik mij laten overhalen, hè, dat is werkelijk, dan begint het al te smelten in de zaal. Als je daarbij ook nog struikelt bij het beklimmen van het podium, je haar in de war, een verkeerde stropdas en stotterend praat, dan warme golven van sympathie slaan door de zaal van wat een enige sukkel hebben we nou toch gekregen. En dat is niet omdat wij zo aardig zijn, hè, wij zijn zo sympathiek, nee. Iedereen krijgt de kans om nu de gedachte te ontwikkelen, dat zou ik beter doen. En dat is ook heel essentieel, dat je dat ook weet uit te stralen met dat gedrag. Er is op dat vlak, dat maak ik nogal eens mee, als je ergens gaat spreken op een congres. Een beetje groter congres, bedrijfsleven of wetenschap, een universiteit, doet er niet toe. Dan is in Nederland altijd heel opvallend dat als je komt, je meldt je aan en zegt, nou, goedemiddag, goedemorgen, en mag ik de voorzitter, waar is de voorzitter, dagvoorzitter, van, die kunnen ze in Nederland nooit vinden. Die is er nooit. Dat er moet altijd gezocht worden, duurt eindeloos voordat die gevonden wordt. In het buitenland heeft men bij grote congressen altijd een VIP-room. Daar word je onmiddellijk naartoe gebracht, daar zijn de andere sprekers, daar is de dagvoorzitter aan. Dan kun je dus meteen praten over de opzet van het congres verder en hoe alles moet, enzovoort, enzovoort. In Nederland doen wij daar niet aan. Er is een doodenkele keer heb je in Nederland wel eens een VIP-room. En die heeft in Nederland bij een congres altijd één kenmerk, namelijk dat er nooit iemand in zit. Dat kun je in Nederland niet permitteren. Hij of zij is gezien in de VIP-room, dan is die carrière meteen weg. Dus je moet onder het volk begeven meteen. Maar dan krijg je wel die problemen van hoe vind ik de voorzitter. Nou, dat duurt heel lang, 10 minuten, een kwartier, en dan eindelijk komt er iemand aan. Die kun je niet herkennen, die heeft geen bepaalde herkenningstekens. Dus die loopt ook altijd zo'n beetje schuins, alsof die toch toevallig in de buurt moest zijn. Van, oh, wat leuk dat u er bent. En zegt, ha, u bent de voorzitter. En dan krijg je heel vaak terug meteen van, nou, nee. Ik hou de boel een beetje in de gaten. Dat is een omschrijving van leiderschap die in Nederland zeer op prijs gesteld wordt. Ik hou de boel een beetje in de gaten, ik hou de boel bij elkaar. Is in Nederland ook heel populair om te zeggen. Onderschat dat overigens niet. We zullen daar nog over komen te praten verder. Dat is ook inderdaad een essentie in Nederland. Met al die verschillende meningen, partijen, verenigingen, een federatie van zeer uiteenlopende belangen en gedachten. Dan is het bij elkaar houden inderdaad ook een soort meesterschap. Maar we brengen dat altijd graag als een volstrekte bescheidenheid. Hè, van, het stelt allemaal helemaal niks voor. Er bestaat in Nederland een hele lange traditie in het cabaret, in het debunken. Modern woord daarvoor is inmiddels afzeiken. Debunken of afzeiken van autoriteiten. Dat is heel opmerkelijk. Om te beginnen hebben wij al heel veel cabaret in Nederland. Dat is heel opmerkelijk. Op het bewonersaantal is het percentage
cabaretiers is enorm hoog. Dat is werkelijk, dat hou je niet voor mogelijk. Zelfs heel opmerkelijk dat ook de nieuwkomers, de allochtonen, zo actief op dat terrein aanwezig zijn. Dat hoort kennelijk bij die Nederlandse samenleving, cabaret. Dat is iets wat die samenleving in stand houdt, zo'n sterke cabaret-traditie. En daarom doen ook zoveel allochtonen daaraan mee, wat op zichzelf heel curieus is, omdat het instrument van cabaret is taal. En taal is nou juist dat punt waar nieuwkomers toch op zijn minst gezegd problemen mee hebben. Daarom is het des te opmerkelijker en daarom ook des te veelzeggender dat er zoveel allochtonen ook in dat cabaret zitten. Dat cabaret heeft als hoofdtoon altijd het naar beneden halen van autoriteiten. En of dat nu, als we in onze eigen geschiedenis denken, dan denken we aan Toon Hermans, dan denken we aan Wim Sonneveld, aan Wim Kan. Toon Hermans met zijn gehakt baletende maarschalk. Het wordt het classics van het cabaret, die dus zo officieel uitziet en een gehaktbal gaat eten, hoe dat gaat. Wim Sonneveld met de stalmeester die tijdens het défilé op de verjaardag van de koningin al die krentenwiggers en al die folklore in ontvangst neemt en zegt dat hij dat achter de struiken flikkert. Weet je wel, dat is dus ook een classic van het Nederlands cabaret. En Wim Kan helemaal, de oudejaarsconferentie van Wim Kan in de jaren 60, 70, 80 geloof ik ook nog even. Wim Kan die de ministerraad op rij afmaakte, volstrekt ridiculiseerde. En het was zo belangrijk dat de ministers in de rij stonden om geridiculiseerd te worden. Het was zelfs zo sterk, als hij je niet behandelde, dan was dat een motie van wantrouwen. Dan kon je het als minister wel vergeten. Je moest door hem Tekkel genoemd worden. Dat was een Schmelzer had je toen. En dat was een belangrijke man en die werd Tekkel genoemd. Enfin, hij had zo allemaal van die speciale typeringen. En de mensen, de ministers, de president in kluis, die glunderden als ze te grazen werden genomen door Wim Kan. Dus dat zit heel sterk in onze samenleving. Je komt het in alle vormen van cabaret tegen. André van Duin deed en doet dat ook permanent. Het debunken van autoriteiten. Paul de Leeuw doet het afzeiken van autoriteiten, belachelijk maken. En je maakt dat ook altijd gewoon. In Nederland wordt niemand die hoogleraar is professor genoemd in het openbaar. En dat is een hele prettige gewoonte als je het mij vraagt. Maar soms word je ineens wel professor genoemd. Hè, professor? En dat is... Dan weet je wel hoe dat bedoeld is. Ik heb dat laatst meegemaakt op een groot congres van een verzekeringsmaatschappij, waarin ik ook door een vlotte cabaretier werd ingeleid. En dan hebben we hier de professor, kunt u ook genezen? Humor allemaal, dat was werkelijk. Dat is heel Nederlands hoor, om dat te doen. En nou goed, ik ga daar niet erg onder gebukt, maar het is heel kenmerkend dat dat plaatsvindt. André van Duin ook altijd autoriteiten te grazen nemen. En dat is enorm bevrijdend. Denkt u aan die ouderwetse shows van hem uit de jaren 70, 80, 90 van de vorige eeuw. Die theatershows die ook op de televisie werden uitgezonden. Die hadden altijd een stramien. En het aardige daarvan was, dus een enorm publiek keek daarna, zowel in de zalen als thuis in de huiskamer. En het aardige was dat André van Duin altijd ontkende, en doet hij nog steeds overigens, dat hij heeft geen enkele bedoeling. Hè? Dus het, lekker lachen, je hebt hard gewerkt en dan moet je lekker kunnen lachen, best. Terwijl ze ideologisch enorm zwaar geladen zijn. Want wat er gebeurt is altijd dat de angsten van de massa worden bezworen met het ridiculiseren van datgene waar je in je eentje als simpel mens bang voor bent. Hij speelde altijd met zijn compaan een arts, een rechter, een politiecommissaris, een vorst, dus altijd een autoriteit. Dat speelde zijn compaan. Dat was zijn compaan, dus degene met wie hij dat deed, die speelde de autoriteit. En hij speelde altijd de schlemiel. En een zo'n enorme schlemiel, zo onnozel, hij heeft er zelfs één keer een proces aan zijn broek gekregen, omdat hij dus een werkelijk geestelijk gehandicapte leek na te doen. Dat was ook zo, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar hij speelde dus een enorme schlemiel. En die schlemiel was in staat om die autoriteit binnen de kortste keren volkomen dol te draaien. En dat is een enorme opluchting voor een volle zaal. Want in je eentje ben je bang voor die dokter, want die heeft macht over je. Daar kun je niet tegen verzetten. En zo'n rechter, die kan van alles bij je aanrichten. En die angst en die vrees, die wordt weggenomen op zo'n avond door daar met een storm van lachen dan dat te ridiculiseren, naar beneden te halen, houvast te geven op die wijze. Dus het was heel diep ideologisch geluid en viel in die traditie in Nederland van het belachelijk maken van autoriteiten. Overigens doen die autoriteiten daar graag aan mee, want dat is zoals wij hier in Nederland de zaken met elkaar regelen. Dat is heel Nederlands. Leiders in het buitenland, als u kijkt naar minister-presidenten, zijn altijd macho's.
Veel kunners, zowel in het oosten als in het westen. Mao zwom de gele rivier op en neer. Die man was al 80, geloof ik, maar er werd gesuggereerd dat hij dus eindeloos heen en weer kon zwemmen. Maar ook in Amerika zijn die presidenten altijd aan het joggen, aan het fietsen. De jonge Bush zag je nog voor zijn aftreden in China op een terreinfiets door China met twee FBI-agenten erachter, waarbij die FBI-agenten de indruk maakten dat ze hem niet konden bijhouden. Dat is echt zo. Dus dat is heel belangrijk. En ook het falen van lichamelijk van iemand. Een president leidt onmiddellijk tot rampen. Jimmy Carter, u herinnert zich, een van de aardigste Amerikaanse presidenten overigens, denk ik, van de 20e eeuw. Die zou herverkozen worden voor een tweede termijn. En vlak voor zijn herverkiezing, dus de stemming toen, stortte die ineen bij het joggen. En dat werd door alle networks was dat gefilmd en werd uitgezonden. En onmiddellijk de verkiezing verloren. Dat wil het Amerikaanse volk niet, zo'n toonbeeld van zwakte. Hetzelfde overkwam Papa Bush toen hij president was. Die zou ook herverkozen worden. Maar die moest toen, en dat werd ook onmiddellijk door alle networks opgepikt, die zat toen bij de Japanse president te lunchen. En die werd onwel en die begon over te geven. En nog half kotsend begon hij grappen te maken van, oh, what? It's nothing. Weet je wel? Omdat hij onmiddellijk voelde dat dit dus zijn ondergang was. Want men wil dat niet zien. In Nederland werd je nu dubbel president. Als je dit deed, denk ik, oh god, de schat. Wat naar dat hem dat overkomt. Hè. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Hè. Dat zeggen we dan tegen elkaar. Dat heb ik ook. En dat soort dingen zijn echt heel opmerkelijk. Het is ook heel opmerkelijk dat iemand als Clinton niet afgezet is. U weet, Amerikanen zijn gek op juridische procedures en vooral afzetten van presidenten is bijna een nationale sport. Dat eindeloos proberen. En hier zag het er toch goed uit voor degene die echt wilde afzetten. Dat was toch niet best wat hij deed, Clinton. En in het openbaar liegen. I never had sex with that woman. Dat soort gedoe, zo glashelder in die camera. En dan misbruik maken van iemand die afhankelijk van je is, een stagiair. Noem maar op, toch uiterst dubieus voor een president. En toch is die niet afgezet. Dat beeld van die alleskunner, regeren, saxofoon spelen, joggen, sigaren roken, alles kon hij tegelijk. Dat heeft kennelijk toch in ieder geval bij een groot deel van de Amerikaanse kiezer en waarschijnlijk de mannen sterk gewerkt in de zin van het is toch een vent. Hè? Hij weet ze te pakken waar je bij staat. Dat is toch een sentiment wat dan aanspeelt. Dat werkt hier helemaal niet. Het idee dat als iemand als Sarkozy die aantreedt in Frankrijk als president en dan onmiddellijk na zijn verkiezing het mooiste meisje van het land neemt, is bij ons toch tamelijk ondenkbaar. Het idee dat onze Balkenende nu onmiddellijk Katja Schuurman zou verleiden, zou zowel hemzelf als Katja Schuurman zeer verbazen. Dat is helemaal niet iets wat wij doen. Leiderschap in Nederland wijkt af van wat je in de rest van de wereld op dat vlak meemaakt. En het is daarom ook van belang om daar even verder bij stil te staan. Ik heb een wat bizar voorbeeld van Nederlands leiderschap aan de hand van iets dat gebeurde in Kosovo tijdens de Balkan-ellende. Dit speelde op 27 augustus 1999. En dat was op het journaal van RTL de hele dag door. En dat was een uiterst curieus uitgesmeerd fragment over iets dat er gebeurde. U herinnert zich misschien dat nog wel. Het ging over de vervanging van Dutch Bed, zo heette dat. Die lagen daar in opdracht van de NAVO. En die lagen daar en die zouden vervangen worden door Russen. Die ook onder NAVO-vlag opereerden. En de plaatselijke moslims waren daar fel tegen. Die zeiden, we willen niet dat die Russen die Nederlanders komen vervangen. Want die Russen die zitten wel onder NAVO-vlag, maar die zijn heimelijk toch voor de Serviërs. En dat zijn onze aartsvijanden. Dus die Russen die komen er niet in. En die leider van de moslims werd geïnterviewd voor de televisie. En die schreeuwde moord en brand. Die zei, we zullen het niet accepteren. Wij zullen desnoods geweld gebruiken. Er zal bloed vloeien. Dit mag niet gebeuren. De verslaggever van het nieuws ging vervolgens naar de kapitein van de Russen, want die lagen al klaar. Dat was zo'n klassieke kapitein met zo'n platte pet en 99 onderscheidingen. En die zei precies hetzelfde, maar dan omgekeerd. Wij zullen de taak ons door de NAVO opgelegd, zullen wij uitvoeren. Wij zullen doen wat ons te doen staat. Wij zullen desnoods geweld gebruiken. Er zal bloed vloeien. Wij zullen onze taak uitvoeren.
Je zit ernaar te kijken en je af te vragen, wat zouden die Nederlanders hier nu van vinden? Nou, dat vond de verslaggever ook en die gaat dan naar het Nederlandse kamp. Die schiet daar een soldaat aan en vraagt dan die soldaat, waar is de commandant? En die soldaat keert zich onmiddellijk naar een andere soldaat en zegt, wie is eigenlijk de commandant? Dan denk je, ja, we zijn weer thuis. De commandant wordt met enige moeite gevonden. Die zit zich te scheren in een tent. En die roept naar buiten, even afscheren, jongen. En die komt dan naar buiten, zo zijn wangen deppend. En begint zich uitvoerig te verontschuldigen dat hij de commandant is. Ik ben de dagcommandant, zegt hij. Het is dat u vandaag komt, dat u mij treft. Zou u morgen komen? En dat emmert maar door op een moment dat je denkt dat de wereld op afbranden staat. Dus die verslaggever wordt ook ongeduldig en die schetst de situatie. Die zegt, er dreigt hier een bloedbad te ontstaan. Wat gaat u doen? En dan spreekt deze dagcommandant de gouden woorden. Jongen, weet jij het? Weet ik het? Weet jij het? Weet ik het? Is zo'n merkwaardig antwoord. En hij laat dan alle spreekwoorden los waar onze taal over beschikt. Komt tijd, komt raad, morgen is er weer een dag. De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Enfin, dat gaat dan maar door. Dit conflict is goed gegaan. Zo'n houding neemt veel stoom van de ketel. Het relativeert enorm. En dat is wat Nederlands optreden van militairen over het algemeen wel doen. U herinnert zich wellicht nog de beelden uit de jaren 70 en 80 van langharig rondlummelend voetvolk, gekleed in militaire uniformen, dat langs de Dam stond als daar een vorstelijk bezoek was. Heb ik meermalen meegemaakt in die tijd, want ik liep van het station altijd naar mijn werk. De bevolking kwam nooit kijken, dat had iets heel pijnlijks. Dan reed de koningin in een open calèche met de premier van Japan, zeg maar. En dan stonden die soldaten, die keken alle kanten op, behalve naar die koets. En er was niemand die daar ook langs liep. Ik heb één keer meegemaakt dat ik toevallig daar langs kwam en ik wist daar ook helemaal niks van. En ongeveer de enige was die dat aanschouwde en dat de koningin toen ijlings naar mij begon te wuiven. Ha, een onderdaan. En zo. En toen heb ik ook teruggewoven meteen. Hè, want dat werkt allemaal heel relativerend en dat is in bepaalde omstandigheden is dat buitengewoon belangrijk. Maar soms is de tol voor die houding veel te hoog, want ik ben bang dat Srebrenica hier ook mee te maken heeft. En dat kan natuurlijk absoluut niet, dat dat zo gaat. Leiderschap is erg lastig. Wij hebben ook een standbeeldencultuur die dat navenant uitstraalt. Die is heel mager. Als je dat vergelijkt met andere landen, zeker in regeringscentra, zie je daar enorme galerijen van de groten die bij het land horen. Politieke helden, zeehelden, militaire helden, enfin, noem maar op. Wetenschappers, hè, allemaal in beelden die hebben bijgedragen tot het land. Bij ons is dat heel mager, zeker ook in het regeringscentrum. We hebben wel heel veel beelden in Nederland van volkshelden. Amsterdam staat vol de Jordaan met Manke Nelis, Johnny Jordaan, Zwarte Riek, André Hazes in de pijp. Hè. Dus daar hebben we er heel veel van, maar echt de klassieke beelden van de helden, dat komt weinig voor. Als je gaat kijken op het Binnenhof, hè, dat is een plek waar je in Engeland, in Londen, in Brussel, enfin, daar zie je enorm veel beelden. Bij ons ga je kijken het Binnenhof, het regeringscentrum, dan moet je lang zoeken. Op het plein, dus aan de ene kant, staat een beeld van Willem van Oranje. Maar dat heeft er niet zoveel mee te maken met het Binnenhof. Dat is een beeld dat in 1848 is geschonken door de Haagse bevolking aan de stad. En daarin is die uitgebeeld, 1848, ook een duidelijk jaartal, als vader des vaderlands. Maar dat beeld heeft een probleem. Als je ervoor gaat staan, dan zie je dat Willem een houding aanneemt waarbij hij wegwijst van het parlement. Hij wijst namelijk de andere kant op. En heeft dus iets van, daar moet je niet wezen, zo. En dat is ook punt van discussie geweest door Deetman. Deetman is een tijd voorzitter van de Tweede Kamer geweest en daarna burgemeester van Den Haag. En toen hij burgemeester van Den Haag werd, heeft hij voorgesteld aan de gemeenteraad om dit beeld een halve slag om te draaien, waardoor Willem dus naar het parlement zou wijzen.
En dat is onmiddellijk afgestemd door de raad van dat maken wij hier zelf wel uit. He, want zo is dat in Nederland ook nadrukkelijk geregeld. Dus dat beeld staat nog steeds weg te wijzen van het parlement, wat toch iets curieus heeft. Het is overigens ook een interessant beeld, omdat het een soort burgerlijk antwoord is in 1848 op een beeld dat enkele jaren daarvoor voor Paleis Noordeinde was neergezet. En dat staat er nog steeds trouwens. Voor Paleis Noordeinde staat ook Willem van Oranje, maar dan op een stijgerend paard als een martiale held. En daar had de burgerij ook totaal geen boodschap aan. Die vond dat aanstellerij. Onze Willem was toch vader des vaderlands van een gezin. Niet zo'n militaire held op zo'n paard. Dus daar gaf het was ook een beetje polemisch. Want dat andere beeld voor Paleis Noordeinde was door Willem de Eerste bedacht. Die had dat geschonken aan de stad om dat zo te doen. Dus er zat ook polemiek achter. Er staat aan de andere kant van het spui staat wel een beeld. Koning Willem de Tweede. Dat beeld kun je heel moeilijk zien. Nu de winter nadert, zijn er wat meer kansen. Het staat namelijk achter een kastanjeboom en een haringkar. Maar die boom is nu kaal, dus nu kun je het weer een beetje zien. Het is een klassiek ruiterstandbeeld van koning Willem II uit de 19e eeuw. We begrijpen ook waarom het beeld er staat. Koning Willem II is de eerste vorst die het parlement erkent. En dit is een stijgende. Hij was de held van Waterloo. Nou, dit beeld, dat staat op een grote sokkel. En uit de verte zie je al dat op die sokkel prachtige gegraveerde letters staan. Dus je denkt, daar zal wel een mooi gedicht staan waarin herdacht wordt dat onze vorst, enzovoort, enzovoort. Dus benieuwd loop je naar die sokkel toe. U moet zeker buitenlandse vrienden ook meenemen, want dan kunnen ze heel veel van Nederland leren. Want wat staat er nu op die sokkel in die letters? Daar staat niet een prachtig gedicht, maar daar staat: dit beeld is een replica. Het origineel bevindt zich te Tilburg. Wat een idiote tekst is om op een sokkel te zetten in prachtige letters. U weet, hij had veel te maken met Tilburg, hè, de sigaren, de voetbalclub. Hè, van dat, hij had daar eigendommen. Maar het is op zichzelf heel kenmerkend dat we op zo'n manier met dit soort vereer omspringen. Een nog duidelijker voorbeeld wellicht is een beeld waar u misschien wel eens van gehoord hebt. Dat was een officieel monument op de Dam. En dat heette Naatje op de Dam. Ook wel Naatje Eendracht. Dat is een monument dat heeft er gestaan van 1856 tot 1914. Naatje op de Dam. Dat is ook curieus hoe wij met helden en heldinnen of wat dan ook omspringen. Wat is het geval? Dit was een officieel overheidsmonument op het centrale plein van onze hoofdstad. En dat was bedacht in 1856 door oud-militairen die in de tiendaagse veldtocht nog tegen België hadden gevochten. U weet de afscheiding, hè, 1830, 1839. De Belgen zijn voor zichzelf begonnen. Toen hebben wij de tiendaagse veldtocht gehouden. En de oud-strijders daarvan wilden een monument hebben dat nog zou herdenken aan wat het streven toen was. En dat zou gewijd zijn aan de Eendracht. En dat beeld werd voor, zoals dat gewoon was, een allegorie, hè, van een vrouw. Dus een mooie vrouw, halfnaakte vrouw op een enorme lange pilaar. Ze stond echt heel erg hoog in de lucht. En dat stelde dan de Eendracht voor. Nou, dat beeld dat stortte al heel snel in elkaar. Om te beginnen werd het door de bevolking onmiddellijk Naatje genoemd. Hoe kwam dat? Er stond veel tekst op die zuil en er stond onder andere natie op. En dat natie werd door de bevolking meteen verbasterd tot Naatje of Natje. En daarmee werd overigens ook een dubbelzinnige referentie aan het vrouwelijk geslachtsdeel gemaakt. Men vond dat ook komisch om het te debunken. Heb je meteen weer debunken van Naatje of Natje. Die stond daar in het blootje daarboven op die pilaar. Dus dat was meteen de gebruik. Die aanduiding werd ook overgenomen. Ook in de krant en officiële berichten ging het nu over Naatje Eendracht. Maar dat beeld dat stortte al heel snel in elkaar van ellende. En er was ook meteen schande over, want het was gemaakt van Belgisch tufsteen. En dat bleek niet tegen het weer te kunnen. Men vond het sowieso al idioot dat het dus van Belgisch steen was gemaakt. Want het herdacht nou juist een oorlogshandeling. Zoals ook het ontwerp van het hele monument gemaakt was door een Belgische kunstenaar. Dat was ook al raar, dus dat vond iedereen gek. Bij de onthulling in 1856 ging het ook al meteen mis. Dat heeft de koning toen gedaan. En de koning die zou het onthullen, hing een groot doek overheen. Maar het stormde die dag en hij wou het gaan onthullen. En toen woei de storm dus al de doek eraf. Dus toen stond hij voor idioot, stond hij bij dat beeld. En dat was dus ook al omineus dat dat niet goed kon gaan. Enfin, er viel een arm af, de neus en de oren gingen eraf. En men heeft het nooit gerestaureerd. Men vond het wel licht gênant als er buitenlands bezoek kwam naar Amsterdam. Dan werd het beeld helemaal in de bloemen gezet. Dus dan kon je het niet zien. Het heeft ook uitdrukkingen opgeleverd als: dat is Naatje. Dat betekent het is waardeloos. Of Naatje pet.
Dat sloeg dus ook op het feit dat haar hoofddeksel op een gegeven moment verdwenen was. En dat geeft dus aan dat het onmiddellijk in elkaar zakte. En in 1914 heeft het maar gewoon verwijderd. Want men vond het allemaal te gênant worden voor woorden. Dat was ons nationale monument. Nou, dat is ook heel veelzeggend dat het zo gaat. We hebben ook geen beelden van verzetshelden in Nederland. Erg opmerkelijk. Ook uit de Tweede Wereldoorlog niet. Dat zie je overal in het buitenland. Jean Moulin in Frankrijk, daar struikel je over. Wij hebben abstracte herdenkingsmonumenten, dat zeker. Maar niet helden of heldinnen uit het verzet die we op die manier vieren. En wij vieren, en dat is toch ook erg merkwaardig in Nederland. Wij vieren, heel, heel vreemd vind ik dat, elk jaar weer de grootste mislukking uit de Tweede Wereldoorlog. Namelijk operatie Market Garden. Dat is een soort nationaal volksfeest geworden. U weet, dat is die operatie in 1944 bij Arnhem om de oorlog te beëindigen. En dat is jammerlijk mislukt. En heel merkwaardig wordt dat elk jaar steeds grootser gevierd. Zeer bejaarde, krasse bazen worden uit Canada en Australië opgetrommeld om nog te komen. Behangen met medailles. En die zijn daar zelf ook een beetje gegeneerd over. Er werd er laatst een geïnterviewd, achter in de 80, kon nauwelijks meer lopen. En die zei, ja, die vond het zo aardig dat hij steeds mocht komen. Dat was een uitje voor hem. En hij kreeg elk jaar er weer een kilo medailles bij. En dat vond hij ook aardig allemaal. In het Nederlands waren allemaal zo aardig. Maar zei hij heel eerlijk gezegd, ik ben toen gedropt uit een vliegtuig. En bij het neerkomen heb ik mijn enkel gebroken. Ja, en toen heb ik daar een tijdje gelegen. En toen hebben Duitsers mij gevangen genomen. En toen ben ik in een krijgsgevangenkamp gezet. Ja, het kan ik ook niet helpen verder. Maar ja, ik krijg de hele tijd maar van die medailles. Het is heel curieus dat wij dat zo'n cachet geven. En dat wij niet bijvoorbeeld de triomfen vieren of de bevrijding grootscheeps vieren. Want bevrijding hebben wij daarentegen weer uiterst laten verwateren. Het is heel onduidelijk. Is het nou wel vrij, is het nou niet vrij enzovoort. Enfin, het is heel curieus. Wij hebben problemen met leiders en met helden. Daarover straks verder. U luistert naar CD2 van het Hoorcollege Cultuurgeschiedenis van Nederland. Hoofdstuk 4. Sukkels en sporthelden. In Nederland worden vooral sukkels vereerd. Die kunnen op mateloze populariteit rekenen, in tegenstelling tot helden en leiders. Tenminste, als ze zich niet als sukkel voordoen. Het meest bekende spreekwoord in Nederland is waarschijnlijk je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Dat wordt te pas en te onpas in Nederland vastgesteld. Als je dat doet, het is ontleend aan de Bijbel, dan wordt je kop er afgehakt. Steek je je hoofd onder het maaiveld, dan vindt er een soort heiligenverering plaats. We hebben dat in 2009 voor de zomer kunnen meemaken bij Marco van Basten. Marco van Basten, de trainer van Ajax, die pontificaal aftrad als trainer. Veel pers was daar aanwezig en hij had een hele eenvoudige boodschap aan de verzamelde camera's en schrijvende pers. Hij deelde mee dat hij ermee ophield, want zei hij, ik kan dit niet. Ik heb daar niet de juiste talenten voor. Dat heeft u gezien de afgelopen 2 jaar. Het is niks met Ajax. Dus ik houd daar maar mee op. Golven van warme sympathie sloegen door het Nederlandse volk. Wat een aandoenlijke sukkel. Zo een hadden we er nog nooit gehad. Moet u eens voorstellen dat Bush bij het aantreden van Obama eerst het Amerikaanse volk toespreekt met de mededeling. Ik ben 8 jaar uw president geweest en ja, ik kan dat niet. Dat is gebleken. Dat is volstrekt ondenkbaar. Ook al is 90% van het Amerikaanse volk van mening dat dat zo is, dan accepteren ze absoluut niet van een leider dat hij dat soort zwakheid zou uiten, terwijl wij juist dat buitengewoon sympathiek vinden. Er is in Nederland een zeer zware en lange traditie in het vereren van sukkels en sukkelachtig gedrag. Dat vind je in het verleden en dat vind je in het heden. Jan van Schaffelaar, Jan van Spijk zijn volkshelden geworden omdat ze ontzettend onhandige dingen deden. Jan van Schaffelaar was een ridder die in de 15e eeuw geheel onnodig van een toren te Barneveld sprong. Dat sloeg nergens op, had geen enkele zin. Daar was men het in de tijd zelf ook meteen over eens. Mateloos populair. Liedjes, toneelstukken, noem maar op. Jan van Spijk is een recenter voorbeeld. In de laatste oorlog die we met de Belgen gehad hebben, 1830, de afscheiding, was Jan van Spijk degene die in 1831 met zijn
schip, kanonneerboot, afdreef naar de reede van Antwerpen. En toen de lont in het kruidvat stak en uitriep, dan liever de lucht in. En daardoor zijn er in die oorlog toch nog 8 slachtoffers gevallen. Dat was helemaal niet nodig geweest. Het sloeg nergens op. Het had totaal geen zin. Ook dat werd meteen vastgesteld, weer met opzet, om juist des te meer te laten uitkomen dat dit soort zullige gedrag de hoogste bewondering verdiende. Jan van Spijk was daar zeer geschikt voor. Hij was ook nog weeskind uit Amsterdam. Nou, dat verhoogde natuurlijk dat zielige in Amsterdam. Is een speciaal zaaltje in het Historisch Museum ingericht voor Jan van Spijk, waar bebloede fragmenten van zijn tuniek nog uitgestald worden. Het is echt heiligenverering om zulke onhandigheid. Je treft dat in alle eeuwen van onze geschiedenis aan. Je treft het aan bij de waardering bijvoorbeeld ook voor Karel Appel. Karel Appel, een zeer groot schilder. Daar is iedereen in Nederland en de wereld het over eens. Ook een langdurige carrière, Karel Appel, vanaf de Tweede Wereldoorlog. Cobra, hè, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Heel vernieuwend. Tot aan 2 jaar geleden, toen is hij overleden. Heeft zich steeds vernieuwd als schilder. Heeft over de hele wereld gezworven, overal gezeten. Je kunt geen museum voor moderne kunst binnenkomen of er hangt werk van Karel Appel. Deze Karel Appel werd in Nederland zeer populair op grond van een bijna gevleugeld geworden uitspraak in een filmpje van Jan Vrijman, waar hem gevraagd werd naar de aard van zijn kunstenaarschap. En toen sprak hij de gulden woorden: ach, ik rotzooi maar wat aan. Daar houden wij van. We hadden allemaal wel van die schilderijen kunnen maken, alleen hadden wij toevallig iets anders te doen. Dat is in Nederland altijd zeer belangrijk om dat soort effecten te creëren. Denkt u in dit verband ook eens, want je komt het op elk terrein tegen, aan de enorme populariteit in der tijd van de nieuwslezer Philip Freriks. Ik vind dat een voortreffelijke nieuwslezer. Hij gaat binnenkort met pensioen, dat is heel jammer. Maar u herinnert zich wellicht hoe die rond 2000 begon zijn carrière. 8 uur journaal, anchorman van het voornaamste journaal dat wij hebben bij de NOS. En nog nooit was het vertoond op de televisie dat daar iemand het nieuws bracht die zich bij elk item weer versprak. Het Nederlandse volk ging handen wrijvend voor het scherm zitten om 8 uur... om te kijken waar die uit de bocht vloog. Je werd elke avond beloond. Er zijn zelfs avonden geweest dat wij heel ander nieuws hadden dan de rest van de wereld. Het kwam allemaal door Philip. En dat leidde merkwaardigerwijze tot enorme populariteit. Er werd een fanclub voor hem opgericht van zo'n goeie hebben we nog nooit gehad. In die sfeer helemaal. Enfin, dat is dus het curieuze. Ik keek een keer naar dat nieuws gepresenteerd door hem in die tijd met een Amerikaanse vriend, een kunsthistoricus die ook Nederlands kan volgen. Die dacht eerst dat het een parodie op het nieuws was. Ik zei nee, dat is ons nieuws. En die stelde toen de zeer voor de hand liggende vraag, namelijk waarom kiest die man niet een ander beroep? Ik zei, je begrijpt niets van Nederland. We zijn trots op hem, dat hij toch volhoudt en dat hij doorgaat. Dat soort dingen zijn eigenaardig in onze. En ze hangen altijd weer samen met die egaliteit en geen verbeelding hebben. En als je maar erg tegemoet komt aan alles wat wij ook niet kunnen of een beetje kunnen, en als je je daar maar mee gelijk schakelt, dan kom je in Nederland heel ver. Ministers weten dat ook heel goed, zitten in Nederland vaak op de fiets, lopen in het wild rond, doen zelf hun tuintje. Hè. Dat wordt in interviews ook vaak wordt dat belicht, hè, in populaire programma's, hoe gewoon hun gedrag eigenlijk wel is. We hebben ook ministers gehad die waren van de PvdA, sociaal-democratische huizen. Minister-presidenten als Kok en Den Uyl die naar voren brachten dat ze van kamperen hielden. Dat was ook heel belangrijk. Iemand als Kok, langdurig president geweest, wilde nooit over zijn privéleven praten, maar werd er echt aan hem getrokken. Sonja Barend was dat in dat tijd, geloof ik. En die ontlokte hem dan dat hij eigenlijk het liefst op vakantie in een klein sheltertje ging kamperen. Moest hij ook heel nadrukkelijk zeggen, klein sheltertje, dat je niet dacht dat hij in een bungalowtent ging, want dan was het effect meteen weer weg. En Den Uyl is nog steeds het enige staatshoofd, ik denk ter wereld, dat een staatsbezoek heeft afgelegd vanaf een camping. Dat heeft hij gedaan in Portugal.
bij Soares. Dat was de eerste democratische president daar. Ze hebben een fascistisch bewind gehad. Maar begin jaren 70 kwam Soares daar. En toen is Den Uyl is daar op staatsbezoek gegaan vanaf een camping. En daar weten wij alles van, omdat een paar jaar geleden Soares zijn dagboeken heeft gepubliceerd. En de Groene Amsterdammer heeft daar bladzijden uit vertaald. En die gingen allemaal bladzijden lang over het bezoek van collega Den Uyl uit Nederland. En dat vertelt hij dan. Ze stonden, de regering, Soares, zijn ambtenaren, ministers, stonden op het bordes van de regeringsgebouwen in Lissabon te wachten op collega Den Uyl. En die kwam niet. En toen vroeg Soares, vroeg aan een ambtenaar, waar blijft collega Den Uyl? En die ambtenaar zei toen, die komt van een camping. En dat begreep Soares niet, want die wist niet wat een camping was. Die dacht camper of zoiets. Enfin, grote misverstanden. Men heeft toen, vond ik ook heel typerend, en dat schrijft hij allemaal dus in dat dagboek op. Ze hebben toen ook de regering in Den Haag gebeld. Met zo'n verontruste vraag van, wij staan te wachten op uw minister-president en die komt niet. Kunt u zeggen waar die blijft? En de reactie uit Den Haag is ook heel kenmerkend. Daar kunnen we ons niet mee bezighouden. Goedemiddag. En het is verder niet op ingegaan. De heel curieuze houding weer om dat zo te doen. Wij stellen zeer op prijs als onze president bijvoorbeeld zegt op de belangrijkste politieke dag van het jaar, de algemene beschouwing in de Tweede Kamer na Prinsjesdag, dan uitroept achteraf van, ja, ik was gewoon niet in vorm. Dat heb ik nog nooit een minister-president in de wereld in heden of verleden horen zeggen. En daar is dan opmerkt, dat irriteert mensen, maar er is geen reactie op verder van, ja, want ja, iedereen moet dan onmiddellijk zeggen, ja, ik ben ook wel eens niet in vorm een dag en het is een beetje een ongelukkig moment, maar ja, dat kan gebeuren, dat hebben we allemaal. Het refereert weer aan een algemeen breed sentiment dat we allemaal kunnen herkennen en waar je iemand toch niet meteen op kunt aanvallen. Want voor ons hoeven dat geen macho's of supermannen of supervrouwen te zijn. Nee, ze moeten gewoon. En die zijn ook wel eens een dag niet in vorm. En dat stellen wij dan uiteindelijk toch, die menselijkheid, stellen wij dan toch zeer op prijs. U heeft in 2009, nog niet zo lang geleden, een prachtige fotoreportage in de krant kunnen zien over de G20 in New York. En vooral hoe het onze vertegenwoordiger Balkenende daarbij verging. En ook dat heeft warme gevoelens gezaaid over wat daar gebeurde, blijkens die foto's. Het gaat met name om het zoenbeleid van Michelle Obama, gadegeslagen door haar man. Dus hoe de wereldleiders daar door haar begroet werden. Daar zat een heleboel achter. Het was al heel bijzonder dat Balkenende daar mocht komen. Dat zijn de grootste economieën van het land, dat wij daar dus ook mochten komen. En hij wist niet eens of hij daar wel een hand zou krijgen van Michelle. Nou, je zag eerst de Canadese premier, die werd hartelijk omhelst door Michelle. Die kent ze goed, dus de buurman is er goed. Berlusconi stond al klaar. Prachtige foto. Die moest hier zijn reputatie voor de wereld bevestigen. Dus die stond zo de armen wijd uitgespreid. Ik zal dat negerinnetje eens pakken. Dat straalde hij helemaal uit, zoals hij dat deed. En daar was Michelle Obama buitengewoon niet van gediend. Ze stak haar hand enorm lang uit en hield hem op die manier op afstand. En hij heeft niks zoen gekregen, een handje in de verte. Maar dan onze Balkenende, die niet eens wist of hij wel een hand zou krijgen, die trok ze naar zich toe. En het was zo lief dat Balkenende tuitte zijn lippen, zoals mijn kleindochter dat ook doet. Zo, het was zo schattig was er wat daar gebeurde. Hij heeft verder geen bek meer open gedaan, die hele conferentie. Maar het neemt ons ontzettend voor hem in. Want dat zouden wij ook hebben. Wees nou eerlijk, als ons dat zou overkomen, op die manier zouden wij dat toch ook heel sterk zo hebben ervaren. Hier wordt dat op prijs gesteld. In het buitenland geldt dit als een teken van zwakte als je dat zo doet. Nou, dit lijkt allemaal in tegenspraak, de manier waarop wij met autoriteiten omgaan, met helden, met leiders, met de manier waarop wij sporthelden vereren. Want dat is namelijk uitzonderlijk de andere kant op. Er is wellicht geen samenleving ter wereld waar sporthelden zo uitzinnig vereerd worden. En bejubeld, in oranje uitdossingen, teisteren wij de wereldbol bij wielrennen, bij voetballen, bij schaatsen. Dan vroeger, toen we nog konden wielrennen, werd de Mont Ventoux, een belangrijk berg in de Tour de France vaak, die werd helemaal oranje geschilderd. De buitenlanders durfden daar nauwelijks meer op te komen, op die bergen, Nederlands grondgebied. De Alpe d'Huez, ook zo'n verschijnsel. En een uitzinnige vereering van die sporthelden.
Ik denk dat dat wel binnen het beeld klopt. Het is, die sporthelden zijn eenvoudige jongens en meisjes met betrekkelijk korte carrières. Het is eigenlijk de triomf van de gewoonheid. Het is eigenlijk de exponent van je eigen gewoonheid. De massa staat zijn eigen gewoonheid te vieren. Triomfen worden door eenvoudige jongens en meisjes, die dan ook bij de voornaam genoemd moeten worden, op de schouder geklopt. En daar moeten ze allemaal aan voldoen. Als ze dat niet doen, vallen ze onmiddellijk uit de gratie. Dat overkwam een aantal van die voetballers van Surinaamse herkomst, die niet van dit gedrag hielden en die men ook als een baksteen liet vallen in de publieke gunst. Die werden niet meer aangekeken. Nee, ze moeten zich ook inderdaad zo schikken en zich ook zo laten behandelen. Wij stellen het zeer op prijs dat wereldkampioenen schaatsen als hoogste wens te kennen geven dat ze postbode willen worden na afloop. Dat hebben we 2 keer meegemaakt, zowel bij een man als een vrouw. Wereldkampioenen en die wilden postbode. Dat vinden wij gepast en dat vinden we ook zeer ontroerend. Zoete Melk, de winnaar van de Tour de France. Dat gebeurt niet vaak dat een Nederlander dat wint. Jan Jansen hebben we gehad. En Joop Zoetemelk heeft ook de Tour gewonnen. En Joop Zoetemelk, een uiterst zwijgzame man trouwens, dat geldt voor veel van die sporthelden, wordt ook zeer op prijs gesteld. Je moet geen babbels hebben natuurlijk. Een beetje stug iemand zijn met een woordenschat van 350. Dat wordt echt als bescheidenheid uitgelegd. Abel Lenstra was daar in der tijd ook een sterk voorbeeld van. Die zich ook heel beknopt uiten. Dat geldt ook voor Joop Zoetemelk. En die man is in goede doen natuurlijk. Heeft een prachtige carrière gemaakt en die besteedt die carrière nu vooral door tuinman te zijn in zijn eigen hotel in Frankrijk. Zijn vrouw drijft dat hotel en hij is tuinman. En dat verklaart hij ook desgevraagd, als je dat vraagt, dat hij de tuin doet. En dat vinden wij ook buitengewoon terecht en op zijn plaats en dat neemt ons ook erg voor hem in. En wie had ooit kunnen bedenken dat de laatste winnaar van de Elfstedentocht dat een spruitjesteler zou zijn. Namelijk Angenent. Angenent, een spruitjesteler. Hoe bedenk je het? Hoe krijg je het voor elkaar? De triomf van de gewoonheid. Het werd een keer enorm geaccentueerd door een portret dat gemaakt werd in het jaar 2000 was dat van een zwemmer. Pieter van de Hoge Band, die nogal onverwacht ineens in Sydney op de Olympische Spelen allerlei gouden medailles won. En als je niet in die zwemwereld zat, dan had je nooit van Pieter van de Hoge Band gehoord. Dus er werd een portret gemaakt op het NOS Journaal. Je kunt veel van het journaal leren. En dat portret was weer helemaal in overeenstemming met de eisen die wij aan helden stellen. Het hoogtepunt van het portret was dat men naar zijn middelbare school in Eindhoven ging. Daar had hij op de middelbare school gezeten. Men begaf zich daar, de cameraploeg, niet naar de rector van die school, maar naar de conciërge. Wat ik ook al typerend vind, om dan naar de conciërge te gaan. Maar goed. En uiteindelijk was de hamvraag van de hele reportage was, en wat was dat nu voor jongen toen Pietje hier vroeger rondliep? En dan weet u wat die conciërge zegt. Die zegt dan, dat was een hele gewone jongen. En tevreden leunt het Nederlandse volk achteruit in de stoel. Wij hadden allemaal wel van die medailles kunnen winnen. Alleen hadden wij toevallig iets anders te doen. Dat is steeds het element dat hier een sterke rol bij speelt. En dat onderstreept wordt. Normaal zou zijn om een portret te maken die de bijzondere eigenschappen van zo'n sportheld toont. Want het is een bijzonder iemand. Die zich zeer onderscheidt. Niet alleen met zijn lichaam, maar ook met zijn hoofd. Want je moet een heel speciaal karakter hebben om dat soort topprestaties te kunnen leveren. Daar zijn we niet in geïnteresseerd. Wij willen dus de gewoonheid uitgesmeerd hebben. En daar genieten wij van. Want anders krijg je maar verbeelding. En dat is ook zo'n belangrijk punt. Een tijdje geleden bracht ik een paar boeken terug naar de universiteitsbibliotheek die ik geleend had. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben daar een soort baasje. Als hoogleraar ben je een soort baasje. Dat stelt verder heel weinig voor. Als je lang genoeg daar blijft, dan dat vanzelf dan boekjes geschreven. En ik stelde mij als derde in de rij op na 2 studenten die daar ook stonden. En braaf met dat boek in mijn hand, wachten op mijn beurt. En onmiddellijk riep de Bali-medewerker naar mij, denk maar niet dat je voor mag. Ik had niets gezegd. Ik stond alleen maar braaf te wachten. Maar het idee dat ik mij zou voorstaan op mijn positie was al onverdraaglijk. Het is een cultuur waar wij allemaal in zwelgen en die wij zeer nodig hebben.